Singer-songwriter Colin Hoever is door naar de volgende ronde in Giel's Talentenjacht. Dit nieuws kreeg hij te horen tijdens de 3FM Awards waar hij mocht optreden met zijn ingezonden nummer Walk on Water. Uh, ik uh, kreeg uh, een mailtje vanuit uh, Giel's Talentenjacht. Uh, ik heb me een paar jaar geleden opgegeven voor de beste singer-songwriter. Zo zat ik in hun bestand. Um, dat ze dit gingen doen met de tip van nou, geef je op en maak een mooi filmpje. En de opdracht was uh, dat je in je slaapkamer een, een filmpje moet maken. Dus een liedje wat je zelf geschreven hebt, moet je dan in je slaapkamer uh, uitvoeren, dat filmen en uploaden. En um, dan als het helemaal op, op hun kanaal staat, zoveel mogelijk het, ja, mensen dat ze het zien en dat ze het liken en dat ze het viewen en dat ze het delen. Uh, en zo kom je in beeld. En, uh, op die manier kon je dan verder komen in de wedstrijd. Mijn video werd toen zo vaak bekeken dat ik in de top 20 meest bekeken en meest gewaardeerde video's zat. En vanuit die groep uh, video's hebben ze uh, uh, negen mensen uitgenodigd om op de 3FM Awards te komen spelen. En toen kwam Giel dus ook binnen tijdens dat optreden met de mededeling van nou iedereen die nu speelt, die is door. Uh, dus dat, uh, ja, dat was een leuke verrassing en dus ik weet nu dat ik door ben naar de volgende ronde. En van alle aanmeldingen die er zijn, gaan er uiteindelijk dus 100 door naar de volgende ronde. En de rest weet dat uh, op de 12e. Dan krijgen we een opdracht. En dat zal waarschijnlijk, net als bij de beste singer-songwriter, dus een challenge zijn: van je moet een liedje schrijven over dit of dat. En dan krijg je een week de tijd om daar uh, iets mee te doen. En om dat online te zetten. En dat dat weer zo vaak mogelijk gezien moet worden. En uiteindelijk gaan ze van die 100 mensen... en ik weet niet in hoeveel stappen ze dat doen... Uh, gaan ze naar een elftal toe. Dus volgens mij zit dan een maand later wel bekend... wie er in het elftal zit. Dat is een superfoute naam, maar dat maakt niet uit. Het is echt Giel's Nederlands elftal. En die krijgen dan wekelijks opdrachten. En als je dat dan wint, dan kun je toffe dingen winnen... als spelen op grote festivals, airtime bij 3FM, uh, dat soort dingen. Volgens mij is het niet de bedoeling dat er één winnaar is. Uh, wat hij wel zei is dat hij uh, graag wilde wisselen. Net zoals de echte vergelijking met voetbal te maken. Dus als mensen te groot worden, stel je wordt getekend bij een grote platenmaatschappij of je breekt door, ja, dan heb je dat platform niet meer nodig. En als je niet presteert, dan ben je het platform misschien niet waard. Dus hij wil ook wel de vrijheid houden, geloof ik, om te zeggen: nou weet je, jij hebt nu zo lang in het elftal gezeten. Dat jouw moment is geweest, nu zet ik er iemand anders neer. Dus het is wel een dynamisch ding. Maar er komt niet één winnaar uit. En ik weet ook niet of er een einddatum is. Wat ik ervan begreep heb is, wil die heel graag een soort van een verbindend iets maken tussen de gevestigde orde en mensen die uh, ja, daar net tegenaan hikken of die nog een hele weg te gaan hebben. Gewoon nieuw talent. Um, want hij legt ook filmpjes voor aan uh, grote namen en die kunnen dan tips geven en coachingsdingen doen of zeggen. Oh, dit vind ik vet. Kom maar mee in mijn voorprogramma. Wat dus belangrijk is, is dat de filmpjes die ik upload, uh, en voor dit filmpje wat ik nu al heb geüpload, uh, hoeft dan niet meer, want ik ben al door deze ronde heen. Maar daarna tellen viewcounts en tellen likes. Dus uh, het is heel belangrijk dat mensen dan, als ze mij willen helpen, zoeken op dat kanaal naar Colin Hoeve. En het filmpje wat ik dan uh, geüpload heb, zoveel mogelijk delen met vrienden, familie. En uh, het hele filmpje uitkijken, want ze kijken naar het uh, aantal minuten dat er gekeken wordt. Superman. I put my key.